Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op IntoLtrex. De enige echte natuurlijk. Nou, jullie zien onderin mijn blauw lampje. Ik zal hem even uitzetten. Zo doe je dat. Even kijken. Nee, hij werkt niet. Nou, werkt hij wel. Zo, Zo zien we een stuk beter. Ja, mijn lampje heeft het even begeven. Dus ik moet even. Uh, 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 uh. Ik moet even op een andere manier even doen. Dus ik heb <coughs> momenteel zit ik met alle licht hier aan. Want ja, eh, ik weet niet, op de een of andere hele rare manier heb Kevin eh, zijn lamp het begeven. Of in ieder geval. Hij is totaal helemaal van mijn computer af. Ik weet niet hoe dat kan, want dat moet je installeren en zo. Maar dat, eh, dat is het helemaal af. Maar goed, in ieder geval. Ik wil even eh, nog een dingetje. Eh, nou, eigenlijk twee dingen wil ik eigenlijk nog even mededelen. Mededelen. Ja, ja. En dat is dat uh, ik uh, bezig ben met dit was uh, 2023. Daar ben ik nog mee bezig. Ik ben al in de afrondfase. Maar hij is al, uh, ja, hij is al aardig uh, bijna klaar. Dus um, ja, van, uh, morgenavond om 8 uur. Dit was 2023. Met alle hoogtepunten van dit jaar. Wat hebben we afgelopen uh, jaar gedaan? Nou, is niet veel. Want ik heb niet veel gevlogd. Er zou eigenlijk nog een vlog komen. op een buitenlocatie in Rotterdam. Um, ja, dat gaat momenteel even niet door. En dat komt omdat ik het gewoon te druk heb. met allerlei andere dingen allemaal. Dus dat gaat even voorlopig eventjes uh, niet op. Uh, dit uh, is in ieder geval. Uh, ja, de laatste. Vlog van dit jaar Volgend, uh, morgen ben ik eigenlijk zo druk bezig dat ik niet kan uploaden. En ik moet nog. Uh, ja, uh, één upload heb ik. Dit was 2023. Met alle hoogtepunten van dit jaar. Uh, dat komt eraan. In ieder geval. Dat komt er in ieder geval aan. Uh, ja, om dan nog andere video's erbij te doen. Dat wordt wel heel erg krap en lastig allemaal. Ik heb natuurlijk ook. Uh, andere dingen te doen. Uh, druk met andere dingen. Dus ja. Uh, het is oud en nieuw. Dus ja. Uh, je kan wel snel een beetje nagaan. Uh, hoezo. Dus. Um, nou, dat in ieder geval dus. Um, dit was 2023 met alle hoogtepunten. En heb ik nog één mededeling? Heb ik nog. En die mededeling is. Dat. Um, en volgend jaar weer een nieuwe metro simulator aan zit te komen, een nieuwe metro simulator serie op mijn kanaal zit er weer aan te komen. En ik heb nu alle tramlijnen heb ik nu allemaal uh, ja, afroepen gemaakt van de halte omroepen van metro simulator voor de trams. Dus daarbij is uh, Simvliet op de treinen na, ja treinen speel ik niet echt heel vaak in Simvliet. Ik speel eigenlijk alleen maar trammen en uh, metros. Daar rijd ik eigenlijk al alleen maar mee. Uh, ja, het leek mij leuk om dan uh, al die uh, afroepen te laten horen. Terwijl ik alle trimlijnen doe. Dus dat, uh, dat wordt een nieuwe serie. Ik heb er nu echt niet heel erg veel tijd meer voor om dat allemaal te doen. Ja, nogmaals, ik heb het ontzettend druk heb ik het. Dus, uh, ja... Uh, hoe heet dat? Volgend jaar dan komt er een nieuwe serie. Komt er, en ik zit er eigenlijk aan te denken om dan die nieuwe serie zo te maken... dat ik eerst alles opgenomen heb en gemonteerd heb. En dat ik dan zo elke week uh, een aflevering alleen maar hoef up te laden. Dat, dat scheelt een hoop tijd. En uh, dan weet ik zeker in ieder geval dat de... Uh, ja, dat de serie afgerond wordt. Want ja, uh, kijk maar naar Eurotruck. Dat was ook ineens uh, over en uit. Dus uh, dat zijn even alle updatejes eigenlijk. Uh, meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. Dit is ook de laatste video. Ik uh, wens jullie morgen allemaal veel plezier met het vuurwerk. Kijk om 8 uur even naar Dit Was 2023. Het It's Ultrax jaaroverzicht met alle hoogtepunten van dit jaar. Uh, ja, het is me toch wel meegevallen. Ik heb toch nog wel... Een aardig video'tje kunnen maken van dit was. Dus um, ja, acht uur in première, vergeet het niet. En daarna lekker uh, vuurwerk, oliebollen en uh, andere. Dan gaan we lekker het nieuwe jaar in 2024. Ik ben benieuwd hoe 2024 is. Dus um, ja, dat in ieder geval. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje. Dan de hoogte toegetrouwd als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen. De groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. En dat zal uh, in januari. Uh, ja, in januari zijn. In januari 2024. Ik zie jullie allemaal morgen. 8 uur bij Dit Was. En dan uh, zou ik zeggen jongens. De groetjes van deze kant. En tot de volgende. Bye bye. Hoi.